Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 november 2014. Komende weken gaat het Kiev-parlement in de Donetsk-regio in Oost-Oekraïne alle overheidsdiensten sluiten. Dit is verboden op grond van alle mogelijke verdragen. Moet ik ze opnoemen? Het is niet alleen het Volte-verdrag, het Rassen-verdrag, het Vrouwen-verdrag, het Kinder-verdrag, het Economisch verdrag. Het is echt VN-verdrag, EU-verdrag, alle mogelijke verdragen worden nu geschonden. Je mag namelijk niet zeggen als Kiev-parlement, we willen dat Oost-Oekraïne bij Oekraïne hoort en onder onze jurisdictie valt, maar we gaan wel alle mensen die daar wonen segregeren van de mensenrechtenverdragen. Dat is genocide, dat is een oorlogsmisdaad. Vanaf het moment dat al die overheidsdiensten in Donetsk en dergelijke gesloten zijn en dat mensen dus worden uitgehongerd, doodgevroren, enzovoort, enzovoort, is elk MH17 familielid dat het Nederlands parlement steunt, persoonlijk een oorlogsmisdadiger. Ik wil het er nu bij laten, ga naar mijn andere video's. Dus denk erom, hè. Je bent persoonlijk, individueel aansprakelijk. Wil je dat? Ik ben niet aansprakelijk. Heb je het in de gaten dat ik kies geen partij voor de moordpraktijken van het internationaal strafhof? Ik ben zelf een slachtoffer. Ik ben dus niet aansprakelijk. Ze kunnen mij niet in de cel zetten. Ze kunnen wel elk MH17 familielid dat de gang van zaken steunt in de cel zetten. Of vermoorden.